Nou ja, laat je verrassen wat er precies gaat gebeuren. Tim heeft Minecraft Lego van mama gekregen. Echt heel mooi. Ja. Net echt. Duwen. Yes. Zo. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ja, het is donderdag. Gastouderopvangdagje. Ik start wat later. Dat doen we zo in de vakantie. Want ja, kinderen hoeven niet naar school of wat dan ook. Dus ik kan ook wat later beginnen. Ja, we gaan eerst heel eventjes het centrum in. Even naar de action en zo. Nou ja, laat je verrassen wat er precies gaat gebeuren. Ik weet het ook niet precies. Dus we gaan het even zien wat er gebeurt. Ik had in ieder geval stiften nodig. En ik heb van die pallets, palet. In ieder geval waar je verf op kan doen met van die vakjes. Die wil ik eventjes halen. Of van die plastic bordjes. Want daar zijn we al doorheen door al het geverf hier zo. Dus die moet ik even halen. Ik zie jullie allemaal straks weer. Bella staat te eten trouwens. Dat is wat jullie horen op de achtergrond. Ik ga opschieten. Ik zie jullie straks. Tim, wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? Niks. Uh-oh. Ik heb niks in mijn hand. Niks? Wat heb je? Niks. Niks. Je hebt iets moois gekocht, toch? Ja. Wat heb je gekocht? Ja, luister niet even. Nee, mag niet kijken. Wil je dat luidje? Mag je niet kijken? Ja, ja, ja. Jullie komen allemaal aan de beurt, behalve Rattata. Heb je nog wat gevangen? Ondertussen Pokémon Go natuurlijk. Nou, we kregen Hoppip. Ja. Die heb je ook. Nou, ik wil deze. Ik zat die de hele tijd te vangen. Toen kreeg ik opeens dit al. Dat is een slijmmonster die alles kan veranderen. Ja. Dus ook Ponita. En je hebt een nieuwe jas? Ja. Nice. Nou, zoals jullie zagen zijn we dus de stad ingegaan. Heeft Sanne. Ja. Voor haar rapport van haar moeder en van mij heeft ze slijgpaardjes. Ik moet ook nog mijn andere paard pakken. Slijgsetje heeft ze gekregen. Ja, en mij een slijgpaard. Tim heeft Minecraft Lego voor mama gekregen. Ja. Ja. En voor Janneke een broodtrommel voor zijn nieuwe school. Ja, maar die heeft hij al thuis. Paarden. En die mooie slijgpaarden. En deze ga ik gebruiken voor wedstrijd, want die heeft ook netjes in. Oh ja. Maar dat is weer leuk bij je meneesje thuis, hè? Kun je ze er weer in zetten. En Tim en ik gaan dus proberen om deze Minecraft Lego. Kijk, die hoeven zien er ook echt uit. De hoeven van het paard. Echt heel mooi. Ja. Net echt. Ja. En Tim en ik gaan dus Minecraft bouwen. Ja. Minecraft is bouwen, hè Tim? Ja. Nou, gaan we en doen. En blokjes. Gaan we doen. Maar waar moeten we mee beginnen? Bij het varken, Bij het varken. En hebben we alle spulletjes voor het varken? Mm, wat hebben we nodig? Deze moet ik hebben. Ik heb die. Nee, kijk, we hebben sowieso eentje nodig, Tim. Zo eentje. Ja, die hebben een varkje. We hebben een varken. Een Minecraft varken. Kijk. En wat hebben we nu? Wat is dit, Tim? Is het een table? Nee. Wat is dit dan? Dit. Maar wat is dit? De oven? Fornuis of zo? Nee. Dit op kleed. Hij is klaar, deze. Nee. En nou deze. Nog zo'n zwart rondje moeten we hebben. Een oven. Zet er ook hier neer. Ik wil bloemen maken. Torch. Oh, crafting table. En wat is dit? Oh, een steen. Ja, een bloem. Een bloempje. Een bloempje gemaakt. Dan moeten we zijn hoofd erop doen. Met rode ogen. Duwen. Yes. Zo. Is dit waar? Volgende. Nu moeten we zijn armen gaan maken. Kijk. Nee, nog deze heb je gegeten. Ja, we moeten eerst nog armen. We moeten eerst deze. En dan iets met een rondje, deze. Het water is al bijna af. En de zombie is bijna af. Wel. Alex is nog niet af. Voor ijsjes. Kijk, één arm zit hierop. Nou, die andere.
De waken is bijna af. Zometeen, ik ben al op het waken eventjes een foto maken. Ik heb met de handjes. Kijk. Waar is Piket? Volgens mij is die af. Hoe heet die? De aardkoning. Nu moeten we met het grote werk beginnen, Tim. We hebben een groen dingetje nodig. Geweest, was ik bijna vergeten dat we ook dingetjes hadden gekocht. Stim op de achtergrond, die zou een beetje zachtjes doen. Ja. Maar bij de HEMA hadden we stiften gevonden. Even. Ja, nog meer. Drinkbekers, die vergeten we gewoon helemaal nu te gebruiken. Dat is wel een beetje dom, dan hoef ik niet telkens de bekers te vullen, maar dan hebben we gewoon lekker groot. Deze stempels hebben we genomen. Eentje met cijfers en eentje met letters, dus die ook mooi namen en zo. En het alfabet maken. En wat Sanne nu aan het uitpakken is, dat is een springtouw hebben we gekocht. Bij de Intertoys en dit Minecraft boekje. Dus misschien dat er dan leuke tips in staan. Veters had ik nodig, heb ik weet ik veel bij een winkel gevonden. Oh ja, bij Eurowinkel. Samen met deze borden waar ik verf op kan doen. Ik heb een... Het is niet jouw boekje. Nee, Janneks boekje. Nee, mijn boekje! En een trui voor mezelf. Ik kan hem niet heel goed zo laten zien. Maar ja, bij de CNA heb ik die gevonden. Hoe krijg ik dit nou open? Ik wil springtouwen. Even kijken, er zit nog meer in de tas. Oh ja, dit hadden we ook bij de HEMA. Allemaal soorten kwasten en van die sponsjes. Als we wat krijgen. En Bidos kraaltjes. Altijd leuk. En deze hadden we bij het kruidvat gevonden. Ja. Een soort diamond painting, maar dan met stickertjes. Eentje voor Tim en eentje voor Sanne. Dus dat was het. Ja, het is alweer zover. Kinderen zijn naar huis. Ja, een leuke middag gehad. We waren natuurlijk eerst naar de winkels. We waren vrij laat hier. En ja, we hebben nog even lekker Tim's Minecraft Lego en Sanne met de paardjes die ze had gekocht of gekregen dan voor de rapport gespeeld. Ik wilde iets zeggen. Ik ging ergens naartoe. Ik ben even kwijt wat ik ook alweer wilde zeggen. Oh ja, er was een video vandaag online gekomen waarin ik naar de vuilstort ga en dat ik opruim en zo. En eigenlijk iedereen had een reactie over dat mijn kinderen niks in huis doen en zo. En ja, ik wil toch wel iets van recht zetten. Want dat is natuurlijk niet zo dat ze niets in huis doen. Dat van de vuilstort, dat kwam eigenlijk niet eens in mijn hoofd op om te vragen of iemand wilde helpen. Want ik heb eigenlijk gewoon vanuit het bijschuurtje, heb ik gewoon achter in de auto gegooid. Het was gewoon warm weer en daarom was ik zo moe, uitgeput of zo. Ik weet niet of dat daardoor de reacties kwamen. Maar het is niet, als ik Steven had gevraagd, had hij heus wel meegegaan, weet je. Dat is niet het probleem hoor. En ja, ze maken vaak puinhoop. Maar Steven heeft dus, dat straks toen ik niet thuis was, de vader was voor me leeggehaald. Hij heeft voor zijn zusje gekookt. Hij heeft het aanrecht weer opgeruimd. Hij heeft boodschappen voor me gehaald. Ik miste nog brood en nog wat dingen, heeft hij allemaal gehaald. Weet je, hij doet het ook. En hij laat nu ook twee keer de hond uit. Hij ziet het ook heus wel, dat... als je steentje moet bijdragen. En soms kun je het maar beter laten dan dat je iets 100 keer er doorheen moet douwen van... Kijk, stel je voor, ik vraag aan Michelle, wil jij de prullenbak leegmaken? En ze zegt, nee, ik heb daar geen tijd voor, ik ben met iets anders druk. Wil je voor mij die prullenbak leegmaken? Nee, wat moet ik dan zeggen? Pak je wifi af?
Weet je, ik hou niet van dat soort sancties, van die chantage dingen. Nooit van gehouden. Dat hebben we wel eens geprobeerd in het verleden. Dat werkt gewoon voor geen meter. Je stoot eigenlijk de kinderen van je af. Die gaan dan uit huis. Die gaan waarschijnlijk bij vrienden rondhangen. Omdat het thuis dus blijkbaar zo slecht gaat. Dat alles wordt afgepakt. Het werkt niet. Ik heb al die dingen wel eens een keer geprobeerd. En uiteindelijk komt het erop neer dat ze het uit zichzelf moeten gaan doen. Dat ze moeten gaan inzien dat het nodig is dat ze een steentje bijdragen. Dat het nodig is dat je uit liefde voor je moeder dit doet. Dat je uit respect voor je moeder dit doet. En niet omdat ik het van je vraag. En als je het niet doet, dan ben je je wifi kwijt. Nee. Het is bijna... Kijk, net als in het verkeer. Als we te hard rijden, worden we afgestraft met een boete. Maar er is ook een reden waarom je niet te hard mag rijden op een dreef bijvoorbeeld. Er kunnen dieren zomaar oversteken. Er kan verkeer zomaar invoegen, waardoor je op je remmen moet gaan staan. Als je dan veel te hard over de dreven rijdt, dan sta je niet op snel genoeg stil. Weet je? Het heeft allemaal een reden waarom iets moet. En als je die reden snapt, dan is het ook geen straf om je eraan te houden. Dan is het eigenlijk een way of life. Ik snap niet altijd alle regels van het verkeer. Als je 's nachts over de snelweg gaat en nu opeens mogen we wel 130 dan. Maar ja, als je auto 140 prima aan kan, waarom mag je geen 140 dan? Als er niemand op de weg is bijvoorbeeld, hè? Ik noem maar even wat. Sommige regels vind ik ook een beetje vreemd. En kijk, en daarom heb ik in huis altijd gezocht naar wat wil ik echt dat ze doen. Wat vind ik super belangrijk? En dat is... Ja, toch eigenlijk dat we gewoon gezellig in één huis met elkaar kunnen wonen. En dat als ik je het vraag, dat je me helpt. Dat gebeurt niet altijd. Maar dan zijn het natuurlijk, tenminste Steven dan niet, maar Michelle is daar ook gewoon puber voor. Om je lekker af te zetten tegen je ouders. En weet je, Daniela is prima terechtgekomen. Dat is gewoon een volwassen vrouw met een goede baan. Die doet het geweldig. Steven duurt gewoon even ietsje langer voordat hij op zijn eigen benen komt te staan. Maar weet je, we zijn niet allemaal hetzelfde. En hij heeft daar gewoon even ietsje langer de tijd voor nodig. Dus ja, en Michelle is gewoon nog 16. Dus ja, met al het gedrag erbij. Maar ja, dat is even de reactie op. Maar ja, het loopt natuurlijk een week achter, of 6 dagen. Dus dit zien jullie pas later. Maar ik heb wel gereageerd op jullie reacties. En ik snap dat jullie misschien wel zorgen maken, ook om mij, dat ik mezelf voorbij loop. En dat gebeurt ook hoor, ik loop mezelf ook voorbij. Maar dat is gewoon, ik kan niet alles delen en ik zou best wel meer willen delen. Maar geloof mij, maar ik moet dit gewoon even doen. Ik moet gewoon even veel werken om het allemaal op orde te krijgen. En ik wil ook zoveel, weet je. Ik wil gewoon te veel. En ik vlieg ook vaak van het een naar het ander. En ik moet ook even de losse eindjes die bijvoorbeeld allemaal in de vlogs doorgaans zijn. Zoals met mijn auto, met het zwembad, weet ik veel. Er zijn nog veel meer rode draden die maar niet doorgang vinden. Die maar weer stagneren en stoppen ergens. En dan... Ik lul echt veel te veel. Ik zie nu al dat ik al 5 minuten aan het kletsen ben. Ik ga kappen. Ik kom hierop terug. Ik kom erop terug hoe alles verder gaat en zo. Ik zal een betere vlogger zijn. Ik vind het geweldig om te doen. Begrijp me goed. Ik kan alleen op sommige dagen, is het soms best wel lastig om te vloggen. Als je visite hebt of wat dan ook, vind ik heel moeilijk om dan nog creatief aan het eind van de dag nog een vlog in elkaar te knutselen. Ik wil het ook niet nep en gemaakt. Dus dat ik dan opeens een praatvideo ga houden. Ja, moet je nu zien, hè. Nu wordt het dus een praatvideo. Maar het is niet expres. Dit is gewoon puur omdat ik wilde dit toch delen aan de hand van die comments die ik had gekregen. Maar anyways. Ik sluit deze vlog af. Hier kom ik op terug. Als ik niet vergeet. Nou, in ieder geval kom ik wel. Ik herinner het me weer als ik dit aan het editen ben. Oh ja, ik had wat beloofd. Misschien moet ik het maar eens gewoon opschrijven. Anyways, vond je hem leuk deze vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan hier een bolletje hierboven. Hier zijn nog 2 schermpjes die ook wel leuk zijn om te kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Slaap lekker voor straks. Dat ga ik nu even lekker doen. En kijk je dit in de ochtend, dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!